Utrecht Netwerk organiseert één keer per maand die meet-up. Eigenlijk is dat de leukste meet-up van Nederland met het kortste programma en de langste pauzes. En we zijn er eigenlijk om ondernemers met elkaar in contact te brengen. Ondernemen in Utrecht, in de breedste zin, hè? Gewoon het zijn van ondernemen, ondernemend zijn. Vaak gezegd, maar ook echt waar. Al 2 jaar heeft de Europese Commissie de regio Utrecht uitgeroepen tot de meest competitieve regio van Europa. Voor Londen, voor Stockholm, Amsterdam en Parijs. Dat is iets wat ik vaak zeg, wat je ook vaak hoort, maar het is wel waar. En het maakt ook indruk en het is wel gebaseerd op feiten. Als je in die omgeving begint, of al bent, groot, klein, innovatief of gewoon bestaan, dan zit je dus in een goede regio. Bovendien is Utrecht de jongste, sterkst groeiende en slimste grote stad van Nederland. Het is belangrijk omdat de ondernemers ook eigenlijk contact zoeken met elkaar. En ook eigenlijk voor die kruisstuiving zoeken naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe ideeën. En dat horen we ook terug vanuit de mensen om eigenlijk de verbondenheid en de verbinding tussen ondernemers eigenlijk te faciliteren. We hebben aan Jan van Zanen, de burgemeester van Utrecht, een spraakwater uitgedeeld. En dat is eigenlijk water uit de kraan. En dat hebben wij vanuit Utrecht Netwerk, proberen we dat nu aan te bieden aan Horeca Utrecht. Nou, Utrecht Netwerk bestaat natuurlijk al een aantal jaren, bestaat uit 15.000 ondernemers. Feitelijk is het de grootste ZZP-BV van Utrecht. En we zijn nu sinds een aantal jaren met Duik in contact om te kijken hoe komen die platformen nu eigenlijk bij elkaar. Dus aan de ene kant hebben we de ondernemers en de kenniseconomie, zeg maar. En aan de andere kant hebben we de media en het nieuws. En die twee proberen we, zeg maar, met elkaar in contact te brengen om tot één aanbod richting Utrecht te komen.